Ik heb gehoord dat er 30.000 miljoen plastic soep in het water drijft en dat er vis en haaien allemaal door dood gaan en dolfijnen. En dat is eigenlijk niet goed voor de natuur. Imran is een van de leerlingen van de Rotterdamse basisschool De Globetrotter die vandaag een tweede sloep officieel in gebruik heeft genomen, waarmee op plastic gevist gaat worden in de Rotterdamse haven. Ja! De gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat en de organisatie Plastic Whale willen zo nog meer zwerfafval uit de haven halen en tegelijk mensen voorlichten. De sloep heet Gouden Plastic Whale en dat is niet voor niks. We hebben hier in Rotterdam natuurlijk de campagne van Zooi naar Mooi om mensen bewust te laten zijn dat wat ze weggooien hun afval goud waard is, omdat we er nog heel veel mooie dingen van kunnen maken. Nou, dat waardevolle goud, dat is ons afval. Vandaar ook een gouden plastic whale. Een boot die gemaakt is van de plastic flesjes die we hier uit de Rotterdamse water hebben opgevist en hebben ingezameld tijdens de aan de bak actie tijdens de Wereldhavendagen. Rotterdam heeft nu 2 sloepen waarmee plastic uit het water kan worden gehaald. Je kunt dat doen als groepje, particulieren, tegen betaling. Of schoolkinderen, die mogen gratis mee en krijgen ook lessen over het afvalprobleem. Plastic wordt op straat gegooid en dat dan in de oceaan komt. En dat dan de dieren daar doodgaan omdat ze het plastic eten of ze zitten in het net. Deed jij dat tot nu toe wel eens? Dat je gewoon eens een keer gewoon een plastic zakje chips, nou ja, hup, geen vuilnisbak in de buurt, weggooien maar. Ja, ik heb het wel een paar keer gedaan, maar ik ben ermee gestopt. Dus als we nou kinderen vertellen al op school van wat plastic soep is en hoe ze ook zelf hun steentje kunnen bijdragen, hoe mooi is het dan niet dat die kinderen ook met ons gaan plastic vissen? Want als je het echt zelf doet, geloof je het ook echt en zie je ook wat ons probleem is. Daar wil ik iedereen vragen om mee te helpen met plastic soep. Alsnog, het zit op de grond buiten. Je moet het gewoon oprapen, want als je dat zo verder blijft doen, dan ben je eigenlijk goed bezig.